Virgil, Zelderust, je speelt vandaag tegen een ploeg die vergeet de shirtjes mee te nemen. Dan geef je de shirtjes. Het lijkt ook of Rijnsburgse Boys vandaag ook de punten en de goals aan GVV gegeven heeft. Ja, als je naar de wedstrijd kijkt, dan daar lijkt het wel op inderdaad. Het heeft eigenlijk geen moment echt ingezeten. En dan verlies je 1-4 en dan denk ik dat je blij mag zijn dat het 1-4 is gebleven. Want zij kregen nog een aantal grote kansen om de score eigenlijk groter te maken. En dat gebeurt niet. Maar ja, goed. Ja, je verliest hem, hè. Ja, dan is altijd de vraag, waar ligt dat aan? Als je nou heel dicht bij jezelf blijft, hè. Vandaag speel je tegen GVV. Ga je er dan anders in dan, net als vorige week bijvoorbeeld, tegen AFC of tegen Quick Boys thuis bijvoorbeeld? Nou ja, ik persoonlijk niet. Ik wil gewoon winnen. 3 punten hier houden, zeker thuis. Ik durf niet te zeggen waar het precies aan ligt, maar ik denk als je naar de wedstrijd hebt gekeken en de goals die we tegenkrijgen, ja, daar zitten gewoon persoonlijke fouten. En het valt ook gewoon goed voor hun. Weet je? De ballen die ze dan op goal schieten, ja, die gaan er bijna allemaal gelijk in. En dat is gewoon hartstikke zonde geweest. Ja, en dan moet je heel eerlijk zijn. Vandaag ben jij niet heel veel in het verhaal voorgekomen. Nee, ja. Ik heb een aantal ballen gehad. Ik heb niet de eerste helft ben ik denk ik dreigender geweest als de tweede helft. Omdat er wat meer ballen mijn kant op kwamen. Maar goed, ik heb helaas niet het verschil kunnen maken vandaag. Ja. Nu zien we ook het hele seizoen dat de eerste helft vaak wat matter is. En de tweede helft catchen jullie eroverheen. Ik had het gevoel van, nou, wellicht gaat dat vandaag dan ook wel gebeuren. Ja, nou ja, daar hebben we al over gesproken in de rust. We hadden gewoon nog volle vertrouwen in. We maken dan nog de 2-1. Volgens mij 3 minuten, 4 minuten voordat rust is, zoiets denk ik. En we hebben in de rust met elkaar gesproken. Over dat we gewoon eroverheen konden klappen nog. Geloof was er, alleen dan kom je naar buiten en dan krijg je zo snel een goal tegen. En dan knapte iets, denk ik. En ja, toen was het eigenlijk ook wel een beetje klaar. Ja, en dan zie je toch ook irritatie ontstaan, omdat de scheidsrechter geen zuivere penalty geeft. Later in de wedstrijd wellicht ook nog een keer. Want dan had je toch wel terug kunnen komen. Ja, zeker wat je zegt. Een paar rare momenten in de tweede helft. Waarop ik dacht van in ieder geval een vrije trap of een gele kaart of een penalty. Hij loopt hem gewoon ondersteboven. Maar goed, de scheidsrechter vond het niet zo. En hij is, hij fluit de wedstrijd, dus daar moeten we ons bij neerleggen helaas. Ja, en dan zie je dat de nummerlaars, een club die je waarschijnlijk volgend jaar niet meer tegen gaat komen, want de kans als ze degraderen is aanwezig en de kans als ze in de na-competitie het niet overleven is ook wel groot. Heb je dat ook het idee van, joh, het zou zomaar de allerlaatste keer zijn dat je tegen GVVV speelt? Heb ik eigenlijk niet bij stilgestaan dat ze de volgend jaar of volgend seizoen eruit zouden liggen. Het was gewoon, je speelt tegen de ene laatste plek. Je moet gewoon winnen. Als Rijnsburgse Boys zijnde, ook al stonden ze hoger, je moet als Rijnsburgse Boys, met alle respect naar GVV, hoor je gewoon die wedstrijd te winnen. En dat doen we niet, dat is zuur. Nu is het gewoon wonderlijk en op naar volgende week. Ja, en even over volgend jaar. Je bent er gewoon bij. Dan ben je inmiddels 33 en je bent nog zo fit. Je doet het, je loopt. Ja, hoe doe je dat? Wat is het geheim van Virgil? Gewoon goed voor mijn lichaam zorgen. Veel langs de fysio's, even onderhoud. Gewoon arbeid leveren tijdens de trainingen. Meer is het niet. Ben je tevreden over de verhouding goals en assist? Want jij bent wel de koning van de assist, hè? Ja, dat is lekker. Dat is lekker dat je het op die manier dat je belangrijk kan zijn. Dat is, ik ben een aanvaller, dus daar doe je het natuurlijk ook voor. Dus ik blijf gewoon tot het eind van het seizoen probeer ik er nog bij een paar bij te prikken en assist te geven. En we zien wel waar het eindigt eigenlijk. Misschien volgende week wel eentje in Haarlem, joh. Ja, dat zou mooi zijn toch als dat de overwinning oplevert. Daar teken ik wel voor.